Hi, Angelique hier. Ja, een nieuwe reading. Ik ga wat meer readings opnemen, wekelijks of dagelijks wil ik eigenlijk doen. Ik deed het al soms wekelijks, maar ja, ik had soms wat weinig tijd. Maar ik heb wat meer ruimte, dus ik kan ook wat meer readings gaan opnemen. In ieder geval probeer ik een beetje dagelijkse readings te gaan doen, collectief natuurlijk. Dus het zal niet met iedereen resoneren, maar ik ga gewoon kijken voor het collectief wat de reading of de dagboodschap mag gaan zijn. Maar ja, kijk je hem op een andere dag, dan is het voor jou bedoeld. Maar readings zijn eigenlijk tijdloos, hè? Dus houd daar ook rekening mee. Maar ja, ik ga eens kijken wat ik mag ontvangen. Ik wil natuurlijk ook iedereen bedanken die zich in de afgelopen tijd heeft geabonneerd en nog steeds geabonneerd is. Mijn trouwe kijkers, super dankbaar ben ik met jullie. En vandaar dat ik ook nog steeds bezig ben met een actie. Wat mag je gaan doen? Je kan een basisreading winnen. Abonneer, like en deel. En onder in de comments wat je maar wilt. En we gaan eens kijken. Ik heb zoveel decks, dat heb ik in mijn vorige reading ook al gezegd. Ik heb wat opruiming gedaan. Dat was ook echt nodig. Soms moet dat. En ja, ik vond zoveel decks dat eigenlijk zonde. Die waren een beetje aan het verstoffen. En ik dacht van, ik ga wat decks erbij halen. Ik heb nog wel een oud vertrouwd deck, maar ik wil eens wat andere decks ook proberen. Of proberen, ik heb ze natuurlijk al een tijdje, dus ik heb ze al getest. Maar ja, ik vind het ook wel fijn dat ik wat boodschappen ook van andere decks kan laten zien. Ik doe natuurlijk veel liefdesreadings, maar ik wil ook wat meer uitbreiding. Gewoon wat meer ook persoonlijk en gewoon kijken wat de energie is. Dus laat me weten wat je ervan vindt. In ieder geval, gaan we beginnen, want ik praat natuurlijk weer heel veel. Zoals u hoort ben ik verkouden. Ik heb wat last van mijn stem, maar goed, dat mag de pret niet drukken, zeg ik altijd. Zolang ik nog kan praten, dan doe ik dat. Eens kijken, wat is de energie? Oké, dit zijn er drie. Dus ze liggen alle drie andersom. Ga kijken. Oh nee, niet alle drie. Ja, het is een deck wat twee kanten op kan gaan. Dus ze liggen zo. Dus ik ga ze zo voorlezen. Eens kijken, wat heb ik hier? Ja, vertrouwen op het pad heb ik hier. Luister naar je intuïtie. Zoek een soort van directie. En vind uit wat bij jou past, is wat ik zie. En vooral de journey in jezelf. Oké. En ja, vind de waarheid heb ik hier. Ik zal even een kaart laten zien. Voor jou ook belangrijk om bepaalde open-minded te zijn. Dus onderweg dat jij dus je pad vindt, probeer ook analytisch te kijken. Analytisch, het is maar net hoe je... Ik ben dyslectisch, sorry als ik het niet goed uitspreek. Maar in ieder geval met je verstand ook bepaalde keuzes te maken, is wat ik zie. Want er kunnen bepaalde antwoorden zijn. Het kan ook zo zijn dat je niet altijd met je verstand dingen mag gaan begrijpen, maar het gewoon op je pad mag laten komen. Voor sommigen die veel lucht in zich hebben, kan het zijn dat je alles wil, een verklaring voor wil hebben. En ja, het kan dus dan zijn dat je soms geen antwoord krijgt en dat maakt je frustrerend. Maar soms heb je geen antwoord op bepaalde situaties, vooral als je met een journey bezig bent. Ja, commit to the journey. Kijk dan hoeveel kaarten ik hier heb. Ja, er staat hier, blijf gefocust. Wat ik eigenlijk al zei van commit to the journey. Dus er is er waarschijnlijk iets in een community of iets waar je mee bezig bent, waarin dus je gefocust en standvastig mag zijn. Zodat je ook een soort van beloning krijgt. Dus misschien wel een teken. Alleen je kan het niet bevatten. Dus het is een beetje een lastig verhaal. Dit misschien voor je. Maar het is zo dat je... je mag gaan vertrouwen op je eigen innerlijke journey. Op hetgeen waar jij eigenlijk voor gemaakt bent. En blijf je open-minded. Dus probeer niet alles te begrijpen. Dat is toch wel wat ik zie. Maar probeer ook echt te voelen wat je voelt. En vertrouw daarop. Wat het ook mag zijn. Oké. Eens kijken. Ik wil wel eens verduidelijking voor dit. Want het is best wel... eens kijken.
ga met een numerologiekaart, ga ik ook werken. Wat mag ik daarvoor noemen? Oeps. First job heb ik hier. Ja, zelfdiscipline. Dus het is voor jou ook belangrijk om bepaalde discipline op te brengen. Dus, ja, soms is het lastig, hè? Want soms ben je misschien het pad kwijt. Of ben je de richting kwijt. En het is eigenlijk de bedoeling dat je gefocust blijft op hetgeen wat jij graag wilt bereiken. Of dit nu met een persoon is, of in je dagelijks leven, of gewoon met jezelf. Dus blijf gefocust op hetgeen waar jij je zinnen op hebt gezet. En see truth heb ik hier. Whoops. Ja, music. Oké. Dus misschien zijn bepaalde... krijg je bepaalde tekens. Door muziek. Ja, dat is dan weer een dingetje dat je denkt van... Wauw, hoe dan? Via muziek iets... in één keer een idee krijgen. Maar soms werkt dat zo. Als je bijvoorbeeld in een winkel loopt. Of je zit in de auto. Of je luistert gewoon muziek. Of noem het maar. En in één keer komt er een nummer en je denkt... Hey, dat is raar. Hoe kan dat dat het nummer in één keer verschijnt zonder, terwijl ik aan iets dacht of ik zoek al een aantal dagen een soort van antwoord. Of, en dan in één keer floep door een bepaald nummer of muziek vind jij dus in één keer het antwoord wat je zocht. En dan denk je nou, dat is toch raar. Daar heb je dus geen verklaring voor. Laat het dan ook los en wees blij dat je eigenlijk het antwoord dan hebt gekregen. En ik heb hier commit to the journey. Wat mag ik daarvan weten? Oeps, ik heb allemaal oranje kaarten. Hoe dan? Ja, patience is the key heb ik hier. Het is grappig, want ik heb hier eigenlijk het getal 444 voor me liggen. 41, 32 en 2. Als je dat bij elkaar optelt. Eigenlijk als ik het zo lees. Of 552. Maar... ja, ik heb meer, het is meer 444 voor mij, hoe ik het lees, zeg maar. Ja, spirituele partnership. Dus er is iets, zoek het getal op 444, misschien ook door getallen. Maar ja, geduld is voor jou ook belangrijk. Dus waarschijnlijk wil je iets van de grond. Misschien zoek je bepaalde antwoorden en krijg je die, maar is het nog niet helemaal helder. Vertrouw op het proces. Dat is wat ik je mee kan geven. Dus luister naar je intuïtie, wat zegt er? En... dat zegt vaak wel iets wat niet tastbaar is. Dat is onderbewust. Hè? Dat is niet bewust vaak. En vaak, ja, wat ik al zei, door bepaalde muziek of bepaalde omstandigheden. Dat je in één keer hey, denkt, yes, dat is het. En vertrouw erop dat je gewoon dat je door verschillende soorten energieën eigenlijk bepaalde antwoorden gaat krijgen. En daarmee ook. Je pad kan volgen. Dus blijf ook echt gefocust op hetgeen. Ga door, ook al is het lastig. Dat kan natuurlijk soms ook een dingetje zijn. Hè? Wat kan je jezelf nog afvragen vandaag? Ja, de universe. Welke actie kan je vandaag nemen? Kijk hoe mooi deze kaart kleurt. Bij mijn achtergrond. Het universum beloont je eigenlijk met de actie die je gaat nemen. Dus wat voor actie kan jij gaan nemen? Dus zelfdiscipline. Geduld natuurlijk. Want als je actie neemt, hoeft het niet altijd meteen zo te zijn dat je ook resultaat hebt. Maar welke stapjes kun je nemen vandaag? Oké. En je zult zien dat spirit je dan gaat belonen. Dat kan dus door middel van muziek zijn. Of noem het maar. Maar daarin is geduld natuurlijk een schone zaak. Dus misschien hoor je het en denk je. Oh ja, daar was ik naar op zoek. Maar dan kan het weer iets zijn. Waardoor je weer even moet wachten. Voordat je eigenlijk weer wat verder kunt. Maar op dat moment heb je eigenlijk een bevestiging gekregen. Van hey, ik heb dat gedaan. En dat kreeg ik terug. Ook al kan ik het niet verklaren. En dan zegt spirit. Wees geduldig. Want er is... iets naar je onderweg. Dus neem dan weer een stapje. Wat kan je dan verder doen? Zodat je eigenlijk steeds weer een soort van bevestiging voor jezelf krijgt.
Ook al hoeft niemand dat te weten, dat je wel zoiets hebt van, oh ja, hier kan ik wel mee verder. Ook al heb ik nog niet alle puzzelstukjes bij elkaar. Maar het is voor mij genoeg om eigenlijk weer een stapje te zetten. Voor mij is de bevestiging dat ik dus door kan gaan. Oké. Okay. Wauw. We gaan eens kijken. Ik neem natuurlijk deze prachtige kaart van de boodschap van de dieren. It's one of my favorites. En deze heb ik natuurlijk al een tijdje. Hè? Deze heb ik eigenlijk al vanaf het begin. Dus een van de eerste decks toen ik begon. Ik heb al heel veel decks hoor. Maar gewoon ging leren op YouTube. Dat is ook al weer 3 jaar denk ik nu. Ja, dat is al best wel een tijdje. En ik ben super dankbaar dat ik steeds elke dag een beetje groei. Ik ga ze even terug doen. Ik wil graag 1 kaart. En dat komt dankzij jullie, dus vandaar ook dat ik iets terug wil doen. Libella, de waarheid overstijgt de illusie. Weer, zie je dat? Weer iets met oranje. Wauw, prachtige kleur ook. De Libella. Ik ga hem voorlezen. De waarheid, 33, alweer het meeste getal. Eens kijken. De libellen op deze kaart herinnert je eraan de wijsheid en de waarheid die verborgen liggen en die ten alle tijde beschikbaar zijn. Net zoals de prachtige verschijning van de libelle erom vraagt om gezien te worden met haar reflecterende vleugels en opvallende lijf. Deze kaart verschijnt om je te vertellen dat de waarheid achter de illusie zit. Herken je jij die de inzichten die schijnbaar vanuit het niets komen, van achter de sluier vandaan. In het rijk van de spirit ligt veel meer wijsheid verborgen dan je met je zintuigen kan waarnemen. Daar weet je diep van binnen dat je niet alleen bent en van alles afgescheiden, maar er een hogere macht bestaat die jou ziet en oneindig veel van je houdt. Angsten verdwijnen als je je beseft dat je wordt gedragen. Met de koesterende kracht die overal om je heen is en die altijd met je communiceert. Ja. Wanneer je afgeleid bent, laat deze kaart je het licht zien en geeft hij je de volgende boodschap. Je bestaat in een verbondenheid met alles om je heen. Dus ook met alles waar je bescherming biedt. Wat wijsheid met je deelt en je leidt op je unieke levenspad. Zodat je kunt ervaren waar je ziel naar verlangt. De liefde bestaat in vele vormen. Ja. Soms kijken we er overheen omdat we niet direct herkennen in een bepaalde vorm. Schenk nu aandacht aan de tekens die je krijgt. Ja, is dit bijzonder weer of niet? Want deze herinnering, ik krijg overal kippenvel, herinnert je eraan dat al ons meest geïnspireerde dromen naadloos verweven zijn in het netwerk van de onzichtbare wereld. Binnen de leegte blijft wel degelijk een sterk bewustzijn dat je kan leiden op je reis. Stel je open voor de waarheid. Ja, wat hier ook allemaal... Ja, vertrouw. Seek truth. Laat wijsheid uit de onzichtbare wereld je informeren en je inzichten geven die je denkend brein over het hoofd ziet. Ja, ja. Een dubbele boodschap, of niet? Wat ik al zei, dus misschien zoek je antwoorden. Maar spirit stuurt tekens op je pad. Dat zeg ik 1000 keer ook in mijn readings. Maar ja, dit is wel voor iemand die dit moet horen. En wees geduldig, want wat ik al zei. Spirit is in allerlei vormen en maten. Dit kunnen mensen zijn, maar dit kunnen ook dieren zijn. Dit kan muziek zijn, dit kan van alles zijn. Energieën zijn trillingen, hè? Dus als hij op een bepaalde frequentie zit, dan kom je ook bepaalde mensen of personen of energieën, zo zou ik maar noemen, energieën tegen die op dat moment jou iets kunnen leren. Dus alles is een les en daardoor krijg je dus ook bepaalde tekens op je pad, hoe onverklaarbaar dat soms ook is. Dus blijf erin geloven.
zelfdiscipline. Dus misschien ben je wat afgeleid, maar is het nu de tijd om weer de focus terug te pakken en op het pad te vertrouwen, de waarheid voor jezelf te vinden. Niet wat anderen ervan vinden, maar je eigen waarheid. En zodat je dus je kan committen met, ja, hetgeen wat jij graag wil. Zodat spirit je ook kan belonen. En misschien niet hoe jij het misschien in gedachten hebt, maar wel dat het het juiste is, zodat jij eigenlijk weer verder kan gaan. Dit is wat ik voor jou op dit moment heb op 8 november. Mocht het resoneren, laat het me weten. Abonneer, like, deel mocht je mee willen doen met de actie, de basisreading. En dan wens ik jou al het goeds. En tot snel. Joejoe!